Hoi, vandaag laat ik jullie zien hoe je dit leuke en schattige baby konijntje moet maken met een rainbow loom. Ik ga vandaag precies dezelfde kleuren gebruiken en ik gebruik als neus weer zo'n kraaltje, oftewel een ponybead. En als oogjes gebruik ik weer elastiekjes, maar als je hier geen ponybead hebt, kun je het ook met een roze elastiekje 4 keer om je haaknaald gevouwen te hebben. En dan met wit erdoor. Wat ik straks ook laat zien met een ponybead. Inmiddels reist dit iets uit ten opzichte van de andere rijen. En de pijl wijst naar je toe. We gaan beginnen met het maken van de oortjes. En dat doe je zo. Je pakt één elastiekje. Die plaats je in zo'n driehoekje hierop. Pak dan 2 elastiekjes. Ga hier naar beneden. En je gaat nog een keer naar beneden. En aan de andere kant doen we dat ook. En in het midden gaan we met wit 3 keer naar beneden. En dit keer gebruiken we enkele elastiekjes. En bij mint gebruikten we 2 tegelijk. Behalve bij de driehoekje, daar gebruikten we 1. Je gaat nog 1 keer naar beneden. Nu pak je 2 mint elastiekjes. En die plaats je hier zo. Nu pak je nog 1 mint elastiekje. En dan gaan we capband van 4 ringetjes maken. 1, 2, 3... 4. Pak nu nog 1 mint elastiekje. Vouw die dubbel. En dus je hebt nu een dubbel gevouwen elastiekje. Die plaats je op deze 3 pinnetjes. We gaan nu beginnen met haken. Ik ga het vandaag met een metalen haaknaald doen, omdat de elastiekjes best strak staan. Steek in die capband. Pak het bovenste elastiekje. Ho. Ja, alleen 1. En die breng je naar links. Steek nu in. Pak het andere mint elastiekje. En die breng je naar rechts. Dus laatste steek je in. Pak je het witte elastiekje. Die breng je naar voren. Dan gaan we het links naar voren haken. Doe altijd alles naar achteren en pak dan de onderste 2. Haak in het midden ook naar voren. En rechts haken we ook naar voren. Ho, ze schieten los. Zo. Nu haal je deze 2 witte elastiekjes even eraf. Hou even vast met je hand. Ga je links erin, pak je dit enkele elastiekje. Breng je naar midden en naar het midden. En aan de andere kant pak je ook het enkele elastiekje, breng je naar midden. En nu zet je deze 2 witte er weer bovenop. En dan pak je het met je haaknaald van je loom. Pak je deze elastiekjes en hou het van je loom af. En je eerste oortje is af. En nu gaan we nog 1 maken. Ik heb 2 oortjes gemaakt. En we gaan nu verder voor een extra stukje maken bij de baard van het baby konijntje, zodat die iets boller is hier. Dat doe je met 2 witte. Gewoon, maakt niet uit waarop je loom. Begin gewoon bovenaan. Met 2 elastiekjes gaan naar beneden. Dat doe je nog een keer. En deze, nu pak je een wit elastiekje en die doe je er
Maar ik wil een catband van 3 ringetjes. En nu gaan we dit haken. Steek in de catband. Ja, pak de onderste 2 elastiekjes. Ga naar voren en deze 2 gaan ook naar voren. Kun je het eraf halen. En nu maak je precies nog zo een. En ik heb weer 2 gemaakt. En nu gaan we de armpjes maken. En pak daarvoor 2 elastiekjes. Ga op je loom naar beneden. Doe dat. Nog een keer. En een laatste keer. En nu gaan we op deze laatste pion een catband van 4 ringetjes maken. Dus dit is 1, 2, 3 en 4. En dit gaan we haken. Ja, ik doe het eigenlijk. Ik ga het wel doen met een haaknaald, ja. Steek in de catband en pak dan de onderste 2. Die haak je naar voren. Zo. Deze haken we naar voren. En deze laatste haken we naar voren. Dit kan eraf. En zo maken we er 4, omdat we en 2 armpjes en 2 beentjes moeten maken. Dus dan maak je 4 van zulke. Ik heb nu 4 hiervan, 2 armpjes en 2 beentjes, 2 extra deeltjes voor de baard en 2 oortjes. We kunnen verder gaan met met het lijfje van het konijntje. En pak daarvoor 2 mint elastiekjes. Ga naar links naar beneden. Ga ook rechts naar beneden. Schuin naar beneden eigenlijk. En pak dan 2 elastiekjes. Gaan we rechts naar beneden. 2 keer doen we dat. En gaan verder en doen hetzelfde links. En nu gaan we nog een keer. We gaan in het midden. 1 keer naar beneden. En nog een keer. Zo. En dan heb je hier 2 keer, hier 2 keer, hier 2 keer, hier schuin, hier schuin. En nu gaan we verder met wit voor de baard. Pak 2 en ga rechts 1 keer naar beneden. En links naar beneden. En in het midden nog een keer. En nog een keer. En nu gaan we het dichtmaken. Gaan van links schuin hierheen. Pak er nog 2 en doe hetzelfde aan de andere kant. Dan kun je de oortjes van je konijn pakken. En zorg dat je alle elastiekjes op je vinger hebt van het oortje. En plaats die links op deze pion. Zo. En pak het andere oortje.
en plaats die hier. Zo. En nu ga je verder. Ja, sorry. Pak twee elastiekjes. Ga hier naar beneden. En nu gaan we de schoudertjes maken. Daarvoor gaan we naar links. En naar rechts. Nu gaan we naar beneden. En alle kanten. Eén keer naar beneden. Oké, nu moet je even de kleur kiezen voor deze streepjes hier zo. En dat wordt bij mij weer oranje. En die draai hier twee keer. Wacht. Twee keer beneden. Nou, ik bedoel, je draait hem er twee keer omheen. En dat doe je ook aan de andere kant. Zo, ga verder met het luiertje. Dat ga ik in dit doen. Ga hier naar beneden. Midden. En links. Ga nog een keer naar beneden. Midden nog een keer. En rechts nog een keer. En nu plaats je hier twee elastiekjes. En dit ook. En nu pak je een beentje. En die zet je op deze pin. Dus waar we vier van hebben gemaakt, dus deze deeltjes, die zet je ook nog één op de andere pin. Zo. Nu kun je verder gaan met de armpjes. Die plaats je. Oh ja, de armpjes zijn ook weer een van die vier. Hier. Zo. En aan deze kant ook. En nu gaan we nog de extra stukjes van de baard erop zetten. Zet het ene kant hierop. En pak dan deze vier ringetjes. En zet die op het pinnetje erboven. Oh wacht, het waren drie ringetjes. Sorry, ik heb me vergist. Zet deze erop. Pak de drie ringetjes. Hem hier. Dus zo ziet het er nu uit. Nu gaan we de oogjes erop zetten. En ik ga het met en oogjes met elastiekjes maken. Pak een enkel zwart elastiekje en zet hem vier keer op je haak. Dus één, 2, 3, 4. Pak nu een wit elastiekje. En zet die vier zwarte ringetjes op het witte elastiekje. Zo, nu pak je dit elastiekje. Kijk, je hebt hier zo twee elastiekjes. Twee delen. Hierboven heb je een wit deel en hieronder. En bij het bovenste deel pakken we hem, draaien we hem een slag. We zetten hem terug op onze haak. Zet het andere deel op je haak. En nu pak je ook deze. En die zet je er nog een keer op.
Het ziet er echt heel lastig uit, maar het valt best mee. Nu pak je nog een zwart elastiekje en doe die vier keer op je haak. Pak een wit elastiekje op je haak. Zet de zwarte ringetjes op het witte elastiekje. En zet nu pak weer het bovenste lusje. Draai die een slag en zet hem terug op je haak. En bij de andere kant doen we dat ook. We zetten hem eerst op de haak. Hou hem vast met je vinger. En zetten hem er dan nog een keer op. Zo ziet het er nu uit. Pak nu een mint elastiekje. Strek hem. Zet deze witte elastiekjes op het minte elastiekje. Minte elastiekje. Zo de ene. Nu de andere. Ho. Even het minte elastiekje terug op mijn haak. Ja, ik heb hem weer. Ik breng deze twee ringetjes nog even erop. En het ziet er nu zo uit. Pak dit ene kant. Zet hem hier. Andere kant. Hier. Zo. En hier. Je twee elastiekjes, steek er even tussendoor en pak het bovenste en die zet je hier erop. Zo, trek de oogjes even omhoog. Nu gaan we het neusje maken. Ik ga het doen met zo'n kraal ponybead en dan duw je het witte elastiekje er doorheen en dan zet je hem op. Deze twee binnen. Dus zo. Maar als je niet zo'n kraal hebt, dan kun je ook een enkel roze elastiekje pakken. Zet je hem vier keer op je haak. Zo. En dan pak je een wit elastiekje. Strek je hem. En dan... Ja, het is heel geprutst. Dan breng je deze vier ringetjes op dit witte elastiekje. Ik haal deze er even af. Ho. Hij is er afgeschoten. Wacht, ik laat het nog even een keer zien. Zet het roze elastiekje vier keer op je haak. Pak dan een wit elastiekje. Strek hem. En dan zet je ringetjes... Alle vier over op dit witte elastiekje. Zo. En dan plaats je hem hier. En dat ziet er dan zo uit. Maar ik ga een kraaltje gebruiken. Dus ik heb hem weer even erop gezet. Nu pak je een enkel wit elastiekje. Die plaats je... Doe dit even naar beneden. Plaats hem op deze drie pinnen. En nu pak je nog een wit elastiekje. En die plaats je op deze drie. Zo. En straks moeten we straks nog een wit elastiekje als een driehoek doen. Maar dat moet straks. We gaan eerst haken. We gaan beginnen hier. Steek deze naar achteren. Duw deze naar achteren. Duw dit naar achteren. Pak de bovenste twee. Ga hier zo naar het midden. Hier ook. Oh, dit is de verkeerde. Nou, dat kan dus gebeuren, dus daarom laat ik het even zien.
Zo. Dit is goed. Ho. Nu duw je deze weer naar achteren. Breng je deze twee naar voren. En ook aan de andere kant. Dan pak ik weer een elastiekje. Duw dit allemaal naar achteren. Pak de onderste twee. Haak dat naar voren. Haak dit naar voren. Dit haak ik ook naar voren. Kijk, nu pakken we deze twee oranje. Wacht even. Pak deze twee oranje ringetjes. Breng die hier zo overheen. Doe dit ook aan de andere kant. Zo. Pak hier nu de bovenste twee elastiekjes. Haal die er heel even af. Zo. Pak nu een wit elastiekje. Zet die erop. En nu zet je deze weer terug. Zo. Zet hem hierop. Nu pakken we hier de bovenste twee af. Zetten we deze hier erop, zodat het een driehoek heeft gevormd. En nu duwen we dit naar achteren. Haken we hier naar voren. Haak in het midden naar voren. Dit naar achteren. Haak dit naar voren. Doe hier alles naar achteren. Pak dan de onderste twee. Haak deze zo naar het midden. Schieten voor mijn haak. Zo, ik heb ze gepakt met mijn andere haaknaald en ik breng ze hierheen. Deze haaknaald haakt beter. Ik pak ook hier de twee. Onderste. Haak ze hierheen. Doe hier alles naar achteren. Dat is nog best lastig, vind ik. Pak dan de onderste twee. Haak die naar voren. Pak hier de bovenste twee, haak ze naar rechts. Hier de bovenste twee, het zijn de bovenste drie. Zet ze terug, rek een beetje. Ik ga over via de zijkant. Haak ik naar de linkerkant. En deze haak ik naar voren. Hier haak je dit naar voren en zorg dat de neus hier tussenin zit. Het is nu dus niet zo. Doe hem een beetje naar het midden. Zo, nu zit hij ertussen. Doe hier alles naar achteren. Pak de onderste twee. Plaats deze even terug. Hetzelfde aan de rechterkant. Steek in. Pak de onderste twee. Ga midden in het midden verder naar voren haken. En nu haken we links naar voren.
maken we rechts verder. Duw deze oor naar beneden. Zodat je plaats hebt voor hier deze. En nu het laatste wat we moeten doen, duw het oor naar achteren. Onderste twee. Haak naar het midden. Duw het oortje naar achteren. Onderste twee. Haak ze naar het midden. Nu als laatste steek hierin alle bandjes. Zo, in alle bandjes. Pak dan twee mint elastiekjes. Zet ze allebei op je haak. En trek ze doorheen. Zet de andere kant ook op je haak. Haal de achterste twee over de voorste twee. En trek het goed aan. Nou, het enige wat we nog hoeven te doen. Check natuurlijk even of je overal druppel voor me ziet. En nu kun je hem van de loom afhalen. Ik doe het voorzichtig met de achterkant van mijn haaknaald. Ik hou deze twee elastiekjes even vast voor de zekerheid. Hier zit echt super veel elastiekjes, maar het lukt. Zo, dit is de goede kant. Doe de oogjes naar buiten. Trek dit elastiekje nog even goed aan. Oortjes goed. Ja, misschien is dit toch een betere kant. Nou, dan doe ik toch deze kant. Oogjes naar buiten. Neusje naar buiten. Zo, het ene elastiekje doe ik om het ene oor. Andere om het andere oor. En dan kun je je konijntje nog een beetje in vorm brengen. Nou, dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!